Yo mensen, toch in deze video. Mijn naam is Wesley van Westbo 1999. En we gaan natuurlijk ook weer napraten over de wedstrijd van vandaag. We hebben natuurlijk wat bij aandoen. De wedstrijd van Feyenoord. Ja, Rudy met zijn voorspelling klopt helaas niet. 3-1 had Rudy voorspeld. Het is 1-1 geworden. Jammer genoeg, een gelijkspel. Geen goede wedstrijd. Vond ik het van Feyenoord's kant. Feyenoord speelde gewoon heel slecht. Kwam wel op voorsprong door het doelpunt van niet van Santiago, want die probeerde met de omhaal. Maar uiteindelijk was het Milambo die het doelpunt maakte, waardoor Feyenoord dus bij 1-0 kwam. En dan ja, vlak voor richting het einde van de wedstrijd kwam dus dat rare doelpunt van Willem II uit het niks. Ze vallen eigenlijk wel een ruiter die zo ver uit zijn doel komt. Waarom ook als doelman, vraag ik me dan af. Dan botst Quintana nog met de spits van Willem II. Dan had ik nog een tijdje op de grond. Maar ja, dat niet echt een beste wedstrijd. Net zoals tegen PSV en Johan Cruijffschal die we wel gewonnen hebben. Maar ja, toch niet echt lekker speelde. 4-4. En nu 1-1. En de volgende wedstrijd is tegen PEC Zwolle uit. Volgende week. Dus ja, hoe dat gaat worden is ook de vraag. We gaan het meemaken of dat een goede wedstrijd gaat worden. Ik had morgen een festival staan. Maar die op het laatste moment gaat het niet door. Ik ging naar de Dutch Valley. Dus de Zin in de Zomerfest. Maar omdat er heel weinig leuke artiesten kwamen. Heb ik daarvoor gekozen om er niet heen te gaan. Ik had dan wel al een ticket. Maar we hebben die in het doorverkoop gegooid. En hopen dat die nog verkocht wordt. Zo niet, dan maakt het niet uit. Maar ja, kan natuurlijk een keer gebeuren. We gaan wel nog naar Total Los Festival. Wat natuurlijk wel altijd lach is met zonnebolletjes. En de eind van het jaar natuurlijk de Studio 100 Sing-along. Dat gaan jullie allebei zien op dit kanaal. En ik ga ook nog naar Halloween Fright Nights. Als het goed is. Eind oktober. Dus ja. En daar wat van gaan filmen. Ja, misschien blijven we ook een avondje overnachten. Ik ga met vrienden van me. Dus ja, misschien dat jullie dat ook te zien krijgen. Dus houd het kanaal gewoon in de gaten als jullie dat niet willen missen. Morgen dus geen video van optredens of zo. Want ik ga dus daar niet heen. Ik ga zwemmen gewoon een dagje. Ergens bij zo'n Centerparks zwembad. Met mijn vader. Ook leuk natuurlijk. En dan heb ik nog een week vakantie. Dan zijn we vakantie erop en dan ga ik weer werken. Jammer genoeg. Jammer genoeg altijd. Hè? Na 3 weken vakantie. Waar je heel erg blij mee bent. Ja, moet je dan nu weer gaan werken. Maar ja, het is niet anders. Maar toch weer geld in het laadje komen. Het geld is er bijna doorheen natuurlijk in die 3 weken tijd. Ik ga nog bolo. Ik ga jullie ook video's van zien. Ongetwijfeld. Volgende week vrijdag. En ik ga naar de dierentuin dinsdag nog. Dus daar ga je ook wel wat dingen van zien. De Ouwehands Dierenpark. En ja, hou gewoon het kanaal in de gaten. Dus niks van missen. Mijn man van de wedstrijd is dan ja, Milambo. De man van het doelpunt. Vond ik dan de man van de wedstrijd. Wie vonden jullie de man van de wedstrijd? Laat het weten in de reacties. En laat ook weten wat jullie van de wedstrijd vonden. Zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op duimpje gedaan. En zeg het tijdens als nu. Later. Doei doei.